Een hele goede dag, beste kijkers. Het is vandaag donderdag 17 september 2020 en vandaag ga ik fietsen vanaf Avenhoorn naar Ursem. En daar staat hij op die bord. Die wijzen die Ursem. Die locatie is die kant op, dus ik weet waar de locatie liggen. Dus let's go! We gaan linksaf. Kijk wie de snel is. Ik ben super snel. Yeah! En weten jullie hoeveel kilometer is? Nou, vanaf Avenhoorn naar Ursem. Het is... Even kijken, 4 kilometer. En daar staat hij. Op die bord. Dus we gaan die kant op. Nou, let's go. Ik zie daar een hele mooie plek om te zien. Oh my gosh. Natuur, planten. Zo schitterend. Wauw. Awesome. Die ken ik niet. Oké, dat is wel duidelijk. Maar ik kan niet naar die plek toe om te koekeloeren omdat die dicht is. Dat kun je zien op die bord. Helaas, pindakaas. We gaan die kant op. Wauw, schitterend. Doei doei, Avenhoorn. Tot de volgende keer. En daar is het prachtig om te zien. We gaan linksaf. En die kant op is veilig. Nou, this way. Oh my gosh, wat leuk, mooi. Wow, so awesome. Nou, voorzichtig, want het is een booby trap. Wat is dat? Laten we gaan even lezen, dus even koekeloeren. Holy moly. Oké. Nou, duidelijk. Top. En mooie foto. En daar is realiteit. Mooi hoor. Wat grappig. Schapen. Woehoe. Overal schapen. En... Hey. Mooi brug. Oh. Oké, dat is duidelijk. Fietsers afstappen. Oké, gedaan. En dan moet ik naar boven. Oh my gosh. Dit is zo creepy. En daarboven is zeg maar... Oh my gosh. Je moet hier echt uitkijken. Want als ik val in het water, dan ben ik een echte frikandel. Dus ik wil geen frikandel worden. Zo, ik vind hem mooi. Gaaf. Ik zie daar iets. Even koekeloeren. Ja, ik zie het. Het is een neushoorn. Mooi. Mooi standbeeld. 14-8.
1408. Leuk. Yeah. Zo. Boerenland. Leuk hoor. Dat sowieso. Oké, we gaan verder. Die kant op, helemaal rechtdoor komt toneel, is richting naar Avenhoren. En daar is het boerenhuis. En Ursem. Kijk nou eens aan. Ursem. Let's go. Yeah. Eindelijk. Ik ben in Ursem. En als je rechtdoor komt die kant op gaat, dan ga je richting naar Avenhoren. Ja, ik ben slim. Duidelijk. En daar is de bord. Even lezen. Dat is die kant op. Nou, let's go. Die kant op is einde van Ursem. Jammer. Alright. Het is te duidelijk. Zo ziet hij eruit. De locatie. Oh, trouwens. Ursem is een dorp. En het is wel een mooi dorp. Zo, huizen en ik weet niet wat ze nog meer hebben. Ze hebben een kinderboerderij. Leuk om te zien. Alright. Dit is heel anders dan Avenhoren. We gaan rechtdoor. Hey, kringloopwinkel. Alright. En zo. Prachtig. En in Ursem hebben ze ook een kerk. Heel mooi. We gaan die kant op. Die ken ik niet. We gaan even checken wat ze hier allemaal hebben. Ik ga even lezen. Nou, dat is duidelijk. Even kijken wat ze hier hebben. Ja. Duidelijk? Mooi zo. Het was leuk om te lezen. En nu gaan wij verder. Die kant op. Wauw. Vet mooi. Even kijken. Dit is een kerk. En zo kan je het zien. En die kant op. Joris Münster. Ken ik niet. Gaan rechtdoor. Mooie tuin. Einde van Ursem. En dat is voor de bodem van toegang. Jammer zeg. Maar Ursem is wel een klein dorp. We zijn terug bij die plek. We gaan even zoeken naar een goede plek. Dus ik denk, ik ga gewoon rechtdoor. Laten we gaan checken. Alright. Mooie huizen. En daar is het. Nico van de Nes. Ja. Het is een meubel. Kun je bed kopen. Ha. En wat is die kant op? Nou, kijk eens aan.
café Taria. Oh, leuk. En daar is ook een café, de Rode Leeuw. En daar is het einde van Ursum. Helaas pindakaas. En holy cow. Let's go. Holy moly. Super cool. Dit is het Ursum. Hey, kijk. Witte wil sport. En dat is een fietsenwinkel. Misschien ook fietsen laten maken. Denk ik, ik weet niet zeker. Alright, continue. Even lezen op die bord. Oh ja, ik zie het. En die kant op is einde van Ursum. Helaas, pindakaas. Ja, daar staat hij duidelijk. Toppie. Nou, we gaan die kant op. Ursum is niet zo groot. Maar ze hebben wel iets wat. Beter dan niets. Even kijken wat dit doen is nog meer. Aha. We gaan die kant op. Hey, mooi bank. Ja. Ik zie daar nou iets. Oh my gosh. Het is een voetbalvereniging. Ik neem jullie mee. Jullie kijken naar mij. Bafel school. Oké. Zo. Dit is een mooie bibliotheek, water en nog iets wat anders. En die kant op. Hey, kijk, TC Ursum. Dat is voor tennisvereniging, tennissporten. En die kant op. Dat is een voetbalveld. En daar is voetbalvereniging. En je hebt ook daar een handbal. Ja. Dus beter dan niets. Oh, kinderopvang. Lagerijschool. Aha. Dus duidelijk. Ursum hebben ook een gymzaal. En daar is vraagteken. We gaan even koekeloeren. Handbal en voetbal. Ah, ik wist het wel. Oké. Dit is een voetbalvereniging. Dynamo. Blauwe veld is voor handbal. En die groene veld is voor voetbalveld. Hey, hallo! Yes. Dat zijn fans. Hey, hallo! Hoi! Mooi hoor, Ursum. En dit is zo great. Zo, wat een mooie voetbalveld. Hier. Yeah. Iedereen kent mij door die TikTok. Zelfs die meiden. Die kenden mij ook en die moesten om mij lachen. Omdat ze vonden mij zo grappig op TikTok. Oké, zullen we gaan? Ja. Daar is een gymzaal. En ik weet niet wat daar is. Wat is dat gymzaal eigenlijk? Mystery. Zo ziet hij eruit. Aha. Het is een gymzaal, dus kan je leren van judo en weet ik veel wat. Karate kids, weet ik veel wat. Gymzaal. En laten we gaan die kant op. Alright, ik heb super zin in. Wat daar is, het is nog mystery. Ik vind het heel grappig.
Want er zijn fans bij Ursum voetbal en handbalvereniging die mij kent. Oké, daar is het. Dat is Spar. Kan je lekker kopen. Eten natuurlijk. En ze hebben wit en bont glas. Weggooien is goed. Omdat het niet nodig is. Deze plek ken ik. Kringloopwinkel. Makkelijk. En daar is richting naar Spar. Even kijken waar nog iets is. Kinderboerderij. Laten we gaan zoeken. Ik weet waar die kinderboerderij is. En ik zie daar wat grappig. Dat is mystery. Ik heb niks te zoeken. Alright. Over die brug. En vervolgens gaan we kijken hoe gaan we dat doen. Rechtsaf. Laten we gaan. Even koekeloeren. Wat die kant op is. Oh boy. Verboden voor honden. Cool. Dit is echt grappig. Hekwerk. Het ruimt. Alright, zo. Dit is echt leuk om te zien wat in Ursum hebben. Kijk. Zo leuk. Kippie. Hey, hallo. Dag vriendjes en vriendinnetjes. Hey, hallo. Hoe gaat het? Gaat goed? Ja, dat is mooi. Jullie vinden allemaal maar lief, hè? Hey, lama's. Wat leuk dat je er bent. Mooi, hoor. Moet je eens zien? Leuke dieren zijn. Wauw. Ah, hey. Wat wil je schatten? Oh, hey. Ja, ik weet het. Ik ben heel leuk. Oh, jullie zijn geweldig. Hey. Hallo. Gaat het goed? Toppie ben jij toch? Hi. Ik vind jou best leuk. Want je bent heel schattig. En ik vind jou ook leuk. Om te zien. Hey. Toppie ben jij, hè? Je bent top. Top. Kijk, super cute. Hello. Dit
Dit is zo'n geweldige plek voor die dieren. Hè? Ja. Hey! Hey! Oeh. Ik vind jou grappig. Je bent cute. Ja. Even een mooie scène van jou maken. Ja, mooi koppie hoor. Jij bent een toppie, joppie. En ik moet helaas gaan, maar ik wil met jou op de video, maar kan dat? Kom maar, met je gezicht. Superleuk. Dit is speeltuin voor die dieren. En deze, die maakt een lawaai van. Dat bedoel ik. Hey lama, alles goed? Mooi zo. Ik vind deze lama heel grappig. Top hè? Kijk, je mag ruiken, maar en ruik ik lekker? Het antwoord is, zo praat die lama. Dat is het. Maar ik ga nu echt terug naar de horen toe, want ik heb genoeg gezien. Let's go! Daar is het. Doei doei Ursum. Bye bye. Tot de volgende keer. En dat is ook mooi om te zien. Nou, was leuk in Ursum. Holy moly. Die auto past wel. Goed. Dames en heren, dit zijn mijn fans. En wij zijn elkaar tegengekomen. En wij zijn allemaal hetero. En kunnen jullie wat vertellen waarom? Omdat ze van billen houden. Wij houden van billen. Billen van... billen van... meisjes. Want meisjes hebben lekkere billen dan krokodillenbillen. Krokodillenbillen. Juist. Yeah. Dan nog eens even wat grappigs dan. Oké. Dat is een mop. Ja, dat is een mop. Hij was aan het hardrennen. En hij zag het niet dat een schild op de stoep lag. Schild op de stoep? Ja. Ja. Dat is hem. Een bananenschild op de stoep. Ah, een bananenschild. Ja, hij was aan het rennen. Hij loopt tegen het bananenschild aan. En vervolgens valt hij op de grond. Oh, wat erg. En ligt hij in het ziekenhuis. Zegt hij, au, 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 waar ben ik nou? Ja. Makkelijk. 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 Ja. Ja, het was een leuke mop hoor, dank Do. Ja, zeer kort. Nou, wij gaan deze kant op. Eind goed, al goed. Is goed jongens. Doei. 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 Wie zijn jullie? Ik ben Merlijn. Ik ben Troy. Aangenaam. En mijn naam is Dank Do. Later jongens. Doei. Doeg.